elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Verschil maar één punt tussen beide ploegen. Kijken of dat verschil ook heel klein is op het veld vanavond. Bij deze wedstrijd tussen Eindhoven en Roda. Aanval van Roda en de openingsgoal is daar. Het is een mooie goal. Mild legt hem uitstekend neer. En het is Jim met zijn eerste goal van dit seizoen. Ze staan beide tamelijk vrij. Even daar een foutje bij Eindhoven achterin van de bomen. Met weer eens een pennenstreekje. En daar wordt optimaal van geprofiteerd. Want daar is Kabangu. Vorig jaar maakte hij er 10. Dit is nummer 8 van het seizoen. En weer een hoofdrol voor Van der Bomen. Asante en daar Van der Heijden, de centrale verdediger die mee opkomt. En die daar dan toch knap gevaarlijk is. Eindhoven beleeft natuurlijk een heerlijke periode. Floreert eigenlijk en hier is het er ook weer vandoor. Met Sam, die gevaarlijke spits die dan uiteindelijk oog in oog met doelman Muiters de rust niet weet te vinden. Doet heel veel dingen goed, maar had het hier beter kunnen doen. Van der Bomen, de doelpuntenmaker, Kabangu, richting Dijkhuizen, Kabangu. En die bal wordt maar net naast getikt. Daniels is degene die kopt en Tom Muiters mag zich dan de heldenrol toe-eigenen. Krijgt deze wedstrijd nog een winnaar. Het is lastig voetballen. Nu Engels, de topscorer van Roda, er niet bij is vanwege een schorsing. Inzet was dit van Paulussen, die dan weer terug is van een schorsing. Hier is weer Paulussen. Hier is weer Paulussen en dan gaat die bal erin. Is Guy Smit tijdens zijn debuut van Eindhoven geklopt. Maar door wie eigenlijk? Door Augustinerloof. Eigen doelpunt. Het doet Eindhoven de das op. Roda wint.